Goedenavond dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Voetbal Stories, WK Special. Um, het voetbalpraatprogramma waar humor, data en een gezonde dosis verstand samenkomen. Vandaag in de aflevering hebben we Richard Lynch, onze Wikipedia van het voetbal. Giovanni Cebeda, onze performance data-analyst. Uh, helaas kon Donovan vandaag vanwege auto niet bij zijn. Dus we gaan het gewoon met z'n drieën doen vandaag. En, uh, vergeet natuurlijk niet onze uh, uh, Instagram pagina te volgen. En, ons, en te abonneren op ons YouTube kanaal. Um, om altijd up-to-date te blijven en alle afleveringen te kunnen volgen. Vandaag gaan we het hebben. Een nabeschouwing over uh, Nederlands elftal. We krijgen een performance data-analyse uh, zoals gewoonlijk van Giovanni Zebeda. En een vooruitblik op de komende wedstrijden. Um, ja, Nederlands elftal. Een wedstrijd met twee gezichten. Een heel goed begin. Uh, en daarna eigenlijk totale tegenovergestelde en eigenlijk wel een onmachtig Nederland. Um, hoe hebben jullie het ervaren? Ja, dat is een teleurstelling eigenlijk. Uh, ik had een kleine nederlaag in mijn poel en eigenlijk ook verwacht. Maar als je dan ziet uh, hoe Nederland voor de dag komt, uh, kom je eigenlijk van een koude kermis thuis. Ja, ja inderdaad. Uh, als je ook even naar de cijfers inderdaad kijkt: uh, 15 schoten van Ecuador. Als dus ik even uh, in Nederland maar twee schoten en, en, en eigenlijk daarvan één op doel. Volgens mij is het de hele WK bij Nederland al niet zoveel uh, kansen dat er worden gecreëerd. Nee. Het, het, valt, het valt op hè, dat, dat Nederland uh, toch best wel onmachtig oogt af en toe. Ja, ze hebben moeite met kansen creëren, ze hebben moeite met überhaupt de invulling van het systeem wat eerder, uh, dit jaar, uh, wel goed ging. Um, dus ja, ze zijn een beetje onmachtig en nu kom je zeer waarschijnlijk de pool wel door. Met wedstrijden tegen uh, Senegal, Ecuador en Qatar. Uh, maar daarna begint het echte werk. Ja, en als precies. je dan zo voor de dag komt... Uh, Zit je denk ik snel weer in het vliegtuig. Ja, kijk, de pijnpunten die, die waren gewoon heel goed zichtbaar. En laten we, laten we als eerst even naar de paasnauwkeurigheid gaan kijken van het Nederlands elftal. En dan, dan zie je toch wel heel veel opvallendheden. Als in dat de, dat de meeste paasjes die er gegeven werden echt vooral achterin waren. En dat... Dat, en dat vooral heel veel ook dezelfde type pases waren. Zoals dan Over van Dijk dan bijvoorbeeld het gezegd, veel balletjes breed. En vooral naar Timber of naar AK. En, en, en als Frenkie werd ingespeeld, dan was er van daaruit natuurlijk weer uh, een bal terug om een driehoekje te maken. Maar niet echt doortastende pases, pases vooruit. Nee. Waarin je, waarmee je kan creëren en waarmee je ook uh, ruimtes kan uh, forceren. Ja, ik vind dat wel. Enerzijds overdreven over Van Dijk. Want weet je wat hij bij Liverpool doet? Is Elliot, Henderson, uh, Thiago, Fabinho inspelen. En vandaar dat voetbal je verder. En hier heb je maar één optie met de jong. Ja. Zijn eigen dek staat. Ja, ik vraag me ook af hè? Uh, 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 wat je zegt. Bij Liverpool spelen ze met uh, twee uh, centraal. Uh, Gomez en hij uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, dus dan is het logisch dat de een uh, en de andere opbouwt. Maar in een drie-mans verdediging. Vroeg mezelf ook af. Ja, ik ben zelf natuurlijk ook centrale verdediger. Stel, je bent de middelste centrale opbouwer. Mm -hmm. uh, wat is dan je taak in zo'n drie verdediging? Wat wordt er van je verwacht? Goeie vraag. Ja, de rolverdeling is sowieso anders. En iedereen ziet Timber meer als een opbouwer. Maar ja, als de licht daar stond, was het ook niet echt uh, dat de opbouw vanuit hem verzorgd werd. Uh, ja, je wil idealiter met een rechts- en een linkspoot spelen, dus dat doen ze nu ook. Maar ja, wat de specifieke rol is van Van Dijk, ja, geen idee. In de opbouw in ieder geval niet. Ja. Um, en wat, hij is ook nooit echt een opbouwend type geweest. Natuurlijk is hij een... Uh... Tot, denk daar anders over. Wat zeg je? Tot, denk daar anders over als je nog meer. Nee, nee. <laughs> ja klopt, maar... Wie is nou, niet maar... echt de opbouwer? Van Dijk, vind ik. Nee. Maar wat ik zeg, weet je, bij Liverpool levert hij die, die ballen gewoon in bij de middenvelders. En die voetballen van daaruit verder. Maar als je bij Nederland maar één middenvelder hebt die de bal überhaupt wil hebben, ja, dan wordt het lastig. En als die gedekt staat, dan krijg je balletjes breed naar AK, of een balletje naar Timber, of een balletje terug op uh, Noppert. Ja, en dan, dan ga je niet echt iets creëren. En dan gaat eigenlijk ook functie van je wingbacks, gaat het ja. Want je wilt je wingbacks niet in eerste instantie al vanaf in fase 1 aanspelen. Je wil juist eerst de bal naar het middenveld hebben en van daaruit ja, uh, weer die wingbacks ja. bereiken. En dat, dat was iets wat totaal niet lukte. Waardoor, waardoor je steeds had dat als dan de wingback de bal kreeg, was het van of Aké okay, of timber. En in mindere mate een keertje van Dijk als je kon overslaan. Ja. Maar dan krijg je wel dat je dan al in een vroeg stadium weer onder druk staat. Uh, omdat je een Ecuador had die dat juist ging afdwingen en daarop loerde. Ja. Ja. Het, is, het, is wel, het is wel heel schrijnend. Want uh, er wordt heel veel gezegd, maar. Uh, maar eigenlijk Niet heel inhoudelijk naar gekeken. en nagekeken, en er wordt dan heel snel iemand aangewezen. Maar het echte probleem dat heb ik nog niet uitgelicht zien worden. Als in dat inderdaad wat je zegt maar één optie constant is op het moment dat de opbouwer is, is er vanuit een middenveld steeds maar één optie waar waar echt die de bal echt wil hebben, de bal echt wel hebben, waardoor je niet kan doorvoetballen. Uh, laten we dan uh, even naar de beelden kijken. Uh, ja, dit was, de bal dit op, was eigenlijk ja. het enige moment dat het goed ging. Bal vooruit? Meteen die goal uit. Ja. Slechte adem, trouwens. En dat was volgens mij ook zijn enige keer balverlies, hè? Van Bergman. Ja, klopt, klopt. Hij speelde wel een draak van een wedstrijd, hoor, ja. daar niet van. Maar het viel wel weer op dat hij heel weinig balverlies had. Ja. Wel goed afgerond, hoor. Ik dacht eerst ja. dat die bal zijn, het was, man. Ja. Maar ook weer deze situatie. Ja, Ecuador ja. gaat met drie spelers, de drie... Uh, maar kijk ook weer wat voor gat daar, daar eigenlijk in het midden zit. Hè. Niemand die daar komt. Kijk, ook hier Koop moet die, wat die doen. Koop Mendes die verstopt zich achter. Die verstopt uh, zich gewoon en dat komt daarna pas, maar dan is het moment al weg. Hier twijfelt Klaas, moet ik doordekken op die Mendes, uh, ja of nee. En dan staat er een groot gat uh, achter hem, waar de, de het, andere kan uitzakken. Ja. Dat, dat gebeurde ook best wel vaak. En je ziet, hè, dat, dat is de man waar Frenkie op staat. Hè. Je, la, je achterste man op het middenveld, die dus daar eigenlijk over de middenlijn moet doordekken. Ja. Waardoor er weer een gat achteruit komt. Ze laat momentje van Dumfries. Ja, deel, je ja. ziet ook hoe Timber reageert hier. Niet. Ja, of op op. op <laughs> uh, kijk, kijk, dit stukje bedoel ik ook. Hier gaat Klaassen weer een beetje twijfelen. van hem. Moet ik hem Mendes doordekken? Uh, ja, maar vanuit die twijfel. Of zie zekerheid. Kijk waar Koopmeijer staat. Maar herstaan. ook de rest, want kijk hier. Die had dan al lang daar moeten zijn. Want ja, in klopt. principe, volgens filosofie van, van, van Louis, moet je daar doordekken. Ja, klopt. Dus eigenlijk maakte Klaassen de, de juiste keus. Maar hij ja, heeft het idee moet... dat hij niet ondersteund wordt ja, in dan dan zijn keus. Dan moeten ze keus. met z'n allen doen, toch? Precies. Communicatie is uh, erg belangrijk in deze, denk ik. Het leek überhaupt niet alsof ze communiceren. Het leek alsof er elf individuen over het veld liepen. Ja, ...die precies. voor het eerst met elkaar speelden. Ja, en die, die Valencia die zo continu liet uitzakken, dat was ook natuurlijk een plaag. Ja, dat had die trainer van uh, Ecuador natuurlijk wel dan, goed he? slim ja. gezien hoor. Frenkie Nebel, die... Uh, ...Concedo, uh, die dan uh, het, daar... Uh, het. Uh, Frenkie kan zich dan wel er doorheen spelen, maar... Uh, maar ja, dan, meteen dan moet druk. het weer op een manier als dit dat het... Ja, ...net aan, net aan, daar slechte paas dan hier. Ja, eentje die naar binnen uh, dwingt, en uh, de andere. Kijk, kijk wat, en, en besef dat dat de wingback is, hè? Er is Toupignan daar met zeven. Klopt. Hij weet gewoon, er gaat ruimte komen als, ik nou, als hij naar binnen gaat. En daar had Nederland heel veel problemen mee. Ja, dit is de laatste situatie van, van de wedstrijd. Maar wat mij dan ook nog. Uh, ...daarin opviel, is eigenlijk dat die middenvelders uh, en, en de, de, tussen die linies daar uh, best wel... Uh, ...duels werden gewonnen door Ecuador. Ja. Ecuador was sowieso veel... ...gieriger, gretiger, agressiever... Veller op de eerste en tweede bal. Nederland had op een gegeven moment in de tweede helft gewoon niets meer te vertellen. Ja. Dat had ook natuurlijk gewoon puur met, met scherpte, felheid en... Uh, ...en agressie te maken, om de wil om te winnen. En, en daarin zie je dan... Dan toch wel een beetje weer waar ik het altijd over heb. Hè. Die, die, die grinta die je bij, bij de Zuid-Amerikaanse landen, bij de Afrikaanse landen, die je ziet terugkomen. Dat zie je dan in Nederland veel te weinig. De mentaliteit, de wil, de echte wil om te winnen. Die ontbreekt er dan op dit soort momenten. En dat zijn wel de momenten die uiteindelijk bepalend zijn. Ja, en als je nou eens even een Frankie, de, de motor van, van het Nederlandse elftal. Toch? Normaal gesproken. Ja, ja. Uh, van hem moet het komen in principe. Het moet van hem komen. Uh, die coach had ook zijn huiswerk volgens mij goed gedaan. Want wat mij dan opviel aan Frenkie de Jong. Als je het even hebt over. Uh, hij heeft wel 66 pasen verstuurd. waarvan er 63 zijn aangekomen. Echt 95% succesvol. Ja. Maar als je eens gaat inzoomen wat eigenlijk de meeste passen zijn geweest die hij heeft gegeven. dan is het 25 keer op, 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 van Frenkie naar Timber. Van Frenkie naar A.K., van Frenkie naar Blind, van Frenkie naar Koopmeijers, van Frenkie naar, uh, naar, naar Van Dijk. Uh, dat is niet de Frenkie die ik ken. Nee. Hoe nee. kwam dat? dat? Ja, hij heeft weinig tot geen opties vooruit. Uh, als je kijkt naar het uh, middenveld van Spanje bijvoorbeeld, is dus er constant beweging met Busquets, Gavi, Pedri... Uh, ja, maar Daar, daar maak je een mooie mooie. Maar speelt hij ook met hen, maar hij is de enige die beweegt. Nee, maar daar maak je een mooie, mooie vergelijking. Het verschil is wel, bij Spanje willen ze allemaal de bal hebben. Ja, hè? Klopt. En dat is bij Nederland niet het geval. En dit is ook al wat ik al eigenlijk toen destijds zei, toen Nederland tegen Duitsland speelde. Toen gaf ik al aan, met dit middenveld, zoals zij hem nu hebben, ga je het niet halen. Want Koopmeiners wil de bal niet. Uh, Berghuis, als hij speelt, wil de bal niet. Klaas is al niet het type voetballer die in de opbouw in fase 1, 2 de bal komt halen. Nee, die is vooral in fase 3, 4 goed. Waardoor je dus erop aankomt dat elke tegenstander geen moeite heeft om Nederland vast te zetten. Want je hoeft maar één man uit te schakelen. Ja, klopt. En dat is waarom ik toen al voor een Gravenberg ging pleiten. Omdat hij onder die druk wel voetbalt. En wel durft open te draaien. Zoals één moment waar, waar Frenkie het wel doet. Wordt hij ingespeeld tussen, tussen twee man. Doet hij alsof hij teruggaat en draait hij open en hij is er doorheen. Maar ja, als er maar één iemand is die dat kan. Die ze op die manier linies kan openbreken. Dan is het voor een tegenstander natuurlijk niet moeilijk om dat, om dat dood te leggen. Om dat lam te leggen. Want dan zeg je gewoon van, hé, hey, jij gaat kortdekken en je laat hem niet meer los. En dat heeft hij in de, in de, in de persoon van Caicedo de hele wedstrijd gedaan. Ja, van de mensen die er nu zijn, hoe zou je het oplossen dan? Qua systeem, ik, qua... Ik zie voor het middenveld je? geen oplossing. Nee, maar je moet, je moet toch... Wie zou je opstellen zeg maar, naast Frenkie om... Als dit op te lossen. Als je dan, als er dan iemand is die die durf zou hebben, dan, dan, dan is alleen een Xavi Simons in dit geval uh, een optie. En als je, echt, als je echt in nood bent, wat je dan kan doen, haal, haal, uh, zet de licht erin, schuif Timber door. Timber voetbalt ook. Timber draait ook open. Mm -hmm. Zet je Timber als meest verdedigende middenvelder, zet je Frenkie ernaast. Heb je in ieder geval nog je voetbal en in ieder geval nog een tweede optie die de bal wel wil hebben? Want Timber is gewoon iemand die de bal altijd wil hebben. Waar hij balverlies heeft, is ook zo'n moment. Hij moet hem niet krijgen, maar hij ja. biedt zich ook aan. Hè? Ja, klopt. Dus daarin, daarin denk ik dat als je dan oplost, is dat je beste oplossing. In ieder geval, Ecuador heeft wel laten zien dat als je uh, Frenkie mobiliseert en kort houdt, dan kan hij alleen maar dit soort ballen geven, alleen maar achteruit ja. en opzij. Ja. En dan is Nederland ook gelijk uh, 80% minder gevaarlijk. En heel wat, kwetsbaar. Daarvan, en heel uh, kwetsbaar. Wat dus blijkt. Maar ook bij, eh, om, om, om bij Van Dijk terug te kijken. Kijk, komen. Dan zie je ook eigenlijk. Uh, heel veel pasjes zijn wel aangekomen. maar zeven niet. Maar. Ik vind nog dat hij, ondanks dat nog best wel veel vooruitgespeeld heeft. Ja, dus ik, ik vroeg me dan af, zeg maar, als je dan die meest middelste speler bent. Ja. Je, je kan niet zeg maar. Uh, je, je, je zoekt Frenkie, maar uh, hoe kan je een, een Gakpo of, een, of een, uh, een bergwijn bereiken als die dan ook uh, vaststaan en als er geen opties zijn op het middenveld? Ja, ze willen niet. Ja, van Gaal is, Louis van Gaal is meer van de verticale passes. Ja, dan moet je wel mensen hebben die of die hoekeer lopen, zodat hij die cross kan geven. Ja. Maar, ja anders zijn er weinig opties en wat ik zeg wat ik net al zei je hebt geluk dat je tegen Qatar speelt in de laatste wedstrijd waar je in principe ondanks deze vorm van moet winnen uh, en dan ga je gewoon door maar de volgende ronde wordt gewoon andere koek ja ja als je de echte landen gaat krijgen ja, dan krijg je krijg je een team uit de pool van Engeland, wales USA en Iran ja dat je gaat normaal staan ja dan moet op het middenveld volgens mij wel wat uh, veranderen, We ja. gaan er toch? Uh, volgens mij zijn er hier nog wat momenten met Dumfries uh, die ook volgens mij niet lekker speelde. Slecht in de passing. Nee, hij en Blind zaten sowieso niet lekker ja. in de wedstrijd, waardoor je eigenlijk twee man al Ja, verliest. maar kijk hier. Kijk deze situatie, hè. Fase 1, fase 2. Je wingback aan de bal. Fase 1, fase 2. Ja. Ja, maar dat is ook ten koste van uh, druk zetten gaat. van Ecuador. Niemand biedt zich aan. Nee, maar uh, onlangs laat Ecuador maar zo druk geven bij, bij Spanje. Fase 1, fase 2 krijgt die back de bal niet. Punt. Hij gaat via het middenveld. Ja, maar ja, daar, dat is wat ik net zei. Dus Precies. We de bal hebben. Precies. En daar zit het hem in. Omdat wij gewoon geen middenveld hebben die, die de bal wil hebben en, en die, die er alles aan doet om, om functioneel te zijn voor de ploeg. Dit vind ik een interessant discussiepunt, Luciano. Noppert. Ja. Handelingstempo. Is te laag, eens. Maar kijk hier: 1, 2, 3. Je bedoelt de situaties die gebeuren na het bal? Ja, ja, ja. Van kijk. 4, 5, 6. Dan kan je toch niet meer op zijn account schrijven. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, ik zeg alleen het handelingstempo ja, is ja. zeker te laag. Daar ben ik het mee eens. Alleen er zijn zoveel schrijven naast dat eigenlijk dat moment van Noppert is al weg. Maar ook daar, dat, dat was weer een moment. Daar kon je ook zien Dumfries vorm zien. Ja, hij moet uitzakken. Vorm, ja. Hij moet uitzakken, maar hij was al de weg vooruit. Ja. Terwijl, het gevaar is nog niet geweken. Wat, waar, waar ga jij vooruit? Zak uit. Kan Frenkie jou inspelen in plaats van dat Frenkie daar Timber in de drukte aanspeelt? Ja. Nou ja. Laatste moment volgens mij weer een balletje van, van Frenkie naar. Uh, naar. Uh, Hier. Waarom. Naar waarom waar, wie is dat daar boven? Bleed. Die, die, die daar. Uh, Timber. Berger. Nee Timber Berger. heeft de bal. Berghuis. 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 Waarom gaat hij daar de bal vragen? Alibi. Snap je? Maar wel. Maar er is wel weer geen afspeelmogelijkheid. En dat is er continu. Kijk. Er staan geen middenvelders daar. De middenvelders zijn of uitgezakt of staan te diep. Hier, stap een paar meter vooruit. Haalt hij hem eruit, heb je een driehoek. Maar ook hier blijft hij daar, die daar onderin beeld. Niet helemaal rechts, maar daar, die blijft staan. Maar je ziet het, hè. Er zijn geen opties om eruit te voetballen. Waarom? Hij kan die bal nu niet breed geven, omdat hij niet hoog genoeg staat. Staan ook allemaal staan. Maar hij kan hem ook niet eruit halen, omdat hij er niet voor zorgt dat hij gecoacht wordt dat hij moet uitzakken. Ja. En nu blijft die man van Ecuador er door ertussen staan, omdat hij weet dat daar niemand staat. Want anders had hij al lang, al lang coaching gehad. Terwijl als hij een paar twee meter naar voren staat, is het eerste wat vanuit het centrum gaat komen, is dat hij gaat moeten inzakken. Volgens mij, wie is dat die aanvoerder, denk ik? Ja, het lijkt er een... In ieder geval die met gele schoenen, ja. die blijft nu daar staan. Terwijl als die, die, middenvelder, die middenvelder daar, ik denk dat het Frenkie is, in dit geval twee stappen naar voren doet, dan krijgt hij de coaching dat hij moet uitzakken. En dan zakt hij uit. Ja. En daaraan, daaraan zie je gewoon dat, dat het niet goed in elkaar zit. En dat, dat de middenvelders van Nederland gewoon veel te weinig brengen en veel te weinig doen om überhaupt aan de bal te komen. En daar zit denk ik het grootste probleem in. Veel hersenwerk dus van vergaan? Ja, heel veel. Ik ben benieuwd hoe hij het gaat oplossen op het middenveld. Het maakt niet uit wie je uh, de achteren, achteren, in de achterlinie erin zet en wie in de voorlinie erin zet. Als hij het probleem op het middenveld niet oplost, gaan, gaan ook de achterhoeden dezelfde fouten blijven maken en heb je ook voorin de kans niet. Het is heel simpel. Het is heel duidelijk: het probleem ligt bij het middenveld. En ik heb dit, ik ga het weer zeggen, ik heb dit lang geleden al aangehaald. En je ziet het gewoon gebeuren. En toen, je weet het, hè, die andere jongens gingen lachen. Boeseman, uh, Donna, ze gingen allemaal lachen. Hè, maar het komt nu gewoon haar fijn uit, hè, wat ik toen destijds zei met het middenveld. Nu zijn ze er niet. Precies. Als er problemen zijn, dan zijn ze er niet. En dan hebben we het nog niet eens over het fysieke, waar, waar we zwaar op afgetroefd worden. Maar als je in ieder geval gaat voetballen in beweging bent, is het fysiek ook niet nodig. Want laten we eerlijk wezen, Spanje heeft bijna geen fysiek. Gavi is 1,20 meter. Dat bedoel ik. Maar er zit zoveel dynamiek in ja. en zoveel vernein, dat ze toch altijd wel hun duels winnen. Of uit de duels blijven, waardoor ze door kunnen voetballen. Het zijn allemaal belangrijke dingen. Klopt. Dus ja, ik kan, we kunnen er heel veel over zeggen, maar... Dit is wel het pijnpunt. Het, het, pijnpunt het grootste van pijnpunt van Oranje. En ik ben benieuwd wat hij inderdaad gaat doen. Ik, ik, ja, ik, ik, ik zie gewoon nu op dit moment een, een rol weggelegd voor Xavi Simons. Waarom? Hij, is, uh, hij valt aan, maar hij verdedigt ook. Ja, hij is verdedigend wel sterk. Ja. Hij is altijd heel veel in zijn duels. En natuurlijk is hij soms nog wat uh, druistig. En, 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 en heel druk, uh, lijkt hij heel druk in zijn hoofd. Maar het is wel iemand die die voor iets anders kan zorgen en die, die dynamiek kan brengen. Ja. Dynamiek die je nu helemaal niet ziet bij het Nederlands elftal. Nou, ik denk, ik denk dat dat ja, bij het, hierbij wel heel duidelijk is. En ik denk gewoon inderdaad dat het middenveld uh, goed opgepakt moet gaan worden en, en dat er een, uh, een, een goed plan voor bedacht moet worden. En als dat niet kan, dan moet die verdedigend het gaan denken en dan is, is de beste oplossing de ook. Maar dan moet je gewoon gaan zorgen dat je niks tegenkrijgt. En dan hopen op die 1, 2 momenten dat je die dan maakt. Ja. Um, ja. Hebben jullie nog uh, iets aan te vullen? Nee, ik. Uh... Ja, aanstaande dinsdag uh, staat Qatar te wachten. Ik heb net al zei, dat zal niet een heel groot probleem worden, denk ik. Maar ik denk dat je verder moet kijken dan dat. Ja. Dus ja, uh, aanstaande zaterdag dan als de eerste woord in de pool. En anders uh, in ieder geval het weekend. Maar ik heb niks aan te vullen verder. Ik. Uh... Qatar wordt gewoon laten uitrazen en dan eroverheen. Ja, denk ik dat wel. hebben we wel gezien bij Qatar. Er zijn in het begin heel veel. Waardoor het niet heel makkelijk is om er snel overheen te gaan. Want EQ heeft het niet makkelijk gaat. Nee, en Senegal ook, en Senegal ook niet. Dus het is wel een stugge ploeg op een of andere manier. Ja. Dus het is niet dat we er zomaar overheen gaan. Maar. Uh, je moet, er, je moet die wedstrijd wel weer aan het afsluiten. Wil je nog een beetje kans maken en nog wat, bete wat, wat betekenis hebben ja. in de volgende ronde, om ja. het zo maar te zeggen. Klopt. Nou, gaan we hem uh, hierbij laten. Uh, dit was het gedeelte van uh, Nederland. Ik denk dat het wel dat het heel duidelijk is. De vraag is alleen, gaan we het zien en wat gaan we ermee doen? Kijken er naar uit. Ja, hè? <laughs> Dan gaan we nu uh, naar het moment waarin we de data challenge op gaan pakken, waarin Giovanni Sabeda ons gaat meenemen in uh, de eerste week van het WK. En ik ben benieuwd wat voor inzichten hij ons daarin kan geven. Ja, we zijn nu uh, al iets langer dan een week uh, is het WK in Qatar uh, actief. Dat betekent uh, veel inzichten. Uh, en ik ben uh, ook vooral voornamelijk benieuwd wie op dit moment ...op het WK in Qatar... ...het meeste impact heeft gemaakt. Ik denk dat het voor... Uh, ...voor de meesten en voor de kijkers thuis... ...wellicht... ...wel te voorspellen is wie dat zou kunnen zijn, maar... ...welke speler maakt nou de meeste impact? Mm -hmm. Tot nu toe. Ja, ja. En ik moet er even bij vermelden dat de resultaten die we nu zien... ...zijn verwerkt tot zaterdagavond. Dus op basis daarvan... Zijn de resultaten ook uh, uh, weergegeven? En ik begin bij, bij wie het meest betrokken is. bij goals of assists. Dus een optelling daarvan. Ja. Uh, Kilian Mbappé hebben we natuurlijk ook gezien. Ja. Uh, fantastisch. Zowel goals en assists staat op vier. Uh, Valencia hebben we bij Nederland gezien. Richarlison uh, van Brazilië. Uh, die, komen, die zijn vandaag actief. Dus uh, wellicht wat daar weer gaat gebeuren. Wel, trouwens, dat vind ik wel opvallend. Hè? Ondanks hoe Engeland presteert hebben ze toch wel drie man die, die uh, bij twee goals of assists zijn betrokken. betrokken ja. Dat is dan toch wel weer een opvallend gegeven. Ja, maar eerste goal zes, in de eerste wedstrijd hadden ze ook zes goals Ja, gemaakt, dus... dat is ook wel weer zo. Cody ja. Kakpo, die Nederland vertegenwoordigt. En natuurlijk Lionel Messi met uh, de fantastische goal uh, ja. uh, bij Argentinië. Nou, dat is goals en assists. is een makkelijke. We gaan door. Uh, als we het hebben over wie is de king van het aantal schoten op dit WK, dan is dat ook Kylian Mbappé. Is dat tussen de palen of grote schoten? Nee, dit, dit zijn het aantal schoten. Okay. En uh, 50% van zijn schoten zijn ook tussen de palen. Dat uh, is geen middelde. Uh, maar ook hier staat hij, uh, is hij dreigend. En, en, en staat hij bovenaan. Uh, Leon Dossi zien we ook terugkomen. Neymar zien we weer terugkomen. We gaan door. meeste voorzetten op dit WK. Ook Kylian Mbappé. Met 16 voorzetten. Dus bij Paris staat hij vaak in de spits. Maar hij kan ook nog steeds als vleugelspeler. Heel veel voorzetten afleveren op het WK. Links op Giroud. Hebben we ook natuurlijk gezien. Uh, Pulisic komt hier terug. Uh, Christensen, oud Ajax-ziet. Ja, ja, uh, Sar van, van, uh, van uh, Senegal. Uh, maar Mbappé ook hier stijf bovenaan. Ik zou, wel, ik zou wel daar een deep dive op willen hebben. Van oké, okay, als hij er zoveel heeft, hoe komt het dan dat hij zo weinig assist heeft? Ja, precies. Ja. Ja, goede vraag ook, inderdaad. Hè. Want hij heeft er nu volgens mij assist op dit WK. Uh, hij levert wel veel voorzetten af. Uh, we gaan ook straks verder een andere statistiek zien. Uh, ook logisch dan dat hij de meeste dribbles heeft. Ja. Staat hij ook bovenaan 32 dribbles al dit WK? Ten opzichte van uh, Dembele 21, Pulisic 22. Maar, maar besef, beseffen, dat is gewoon even de links en de rechtsbuiten van Frankrijk. Hè. Daar 32 opstaan. en 21 dribbles, ja, dan word je toch gek als back. Ja, en dan kan daarna nog komen aan de ring komen. Ja, die vind ik te overigens wel blind hoor. Ja, maar hij rent wel de 100 meter in 3 seconden. Dus dat, uh, dat, dat wel, ja. Dan we hebben we ook nog Jamal Musiala, bij Duitsland. Supertalent, ja. 16 dribbles. Uh, wel vanuit het middenveld, hè? Ja. Dat is een andere positie dan die. Uh, dan die andere, inderdaad. Dan die mannen die je net noemt. Ja. Maar. Uh, is veel. Neymar Jr. op de tiende plek, dat is even een verschil, hè. 12 en 32. Natuurlijk moet hij uh, nog actief zijn. Uh, Neymar is als vanuit, wilt... ook vanuit het middenveld. Hè. Ja, ja, logisch, ah. hè, inderdaad. Is dus inderdaad wel uh, en, inderdaad. Ook, en ook een stuk meer tikken dan wat Mbappe <laughs> gewerkt heeft gekregen. Ja, hoe, hoe kan het dan dat Neymar zoveel tikken krijgt? Hè? Ja, ja, maar hij, hij wacht vaak. Hij ook wacht ook vaak, ja. te lang met spelen. Dus in 9 van de 10 keer kan je het opvangen. Maar ja, uh, het gebeurt ook. Als je dus zoveel denk. schoppen krijgt, dan zou je toch ook. Ja, zou je toch denken dat ja, maar het je het ja, die... Het zit gewoon in zo'n spel. Om, <laughs> die man heeft zo, die <laughs> Om een, beetje, heeft uit, zo om een beetje uit te dagen. En ja, de ene keer krijg je hem, de andere keer niet. Maar hij wacht net vaak even te lang met spelen. En uh, die Serviërs zijn moordenaars. En dat heb je gezien nu, uh, wat resulteerde in een dikke enkel. Ja, maar ik hoop dat we hem nog kunnen zien na de groepsfase. Ja. ja. In ieder geval. Ook hier staat Mbappé bovenaan. Komen we bij de meest dreigend in de 16? Ja. Top 10. Ook hier is Mbappé het meest dreigend in de 16. 25 keer. Ter opzichte van Valencia 12, uh, Gabri 11, uh, Gnabry. Uh, Griesman ook opvallend uh, in de top 10. Speelt volgens mij ook wel een uh, goed WK. Ja, maar de, een ja, beetje aan ja. de dood opgestaan. Ja. Komt wel weer een beetje in, in zijn oude vorm terug. Uh, na een rampzalige start van het seizoen volgens mij. Komen we bij de laatste. Wie is de King Pass? En dat is in deze niet Mbappé, maar Theo Hernandez. Dit is die bij Bayern speelt, toch? Of is dat zijn broer? Dit is, uh, dit is die van AC, die andere is van Oh, dit is die van die AC, start, ja. ja. En dus hier zie je dus Griesman ook weer terugkomen op plek nummer 2. Creëer dus veel kansen voor bij Frankrijk, veel steekpaasjes. Mbappé op plek nummer vier. Ook niet, niet slecht. Uh, maar als we even alles langs gaan. Uh, kunnen we volgens mij wel stellen dat. het uh, is een hele simpele. maar uh, Mbappé wel heel veel impact maakt dit WK. En het uh, ook wel zijn WK lijkt te worden. Ja. Wat vind jij van hem? Ik vind hem goed, maar. Uh, de vraag die ik vandaag op onze feed stelde. Uh, of Frankrijk beter, ja, zeg maar beter af is met of zonder Benzema. Um, ja, het draait natuurlijk normaal gesproken veel om Benzema. In dit geval is hij er niet, uh, dus kan er ook weinig om om draaien. Maar um, ja, ik had het graag willen zien, ook met hem en wie er dan zou sneuvelen ja, of spelen. Ja, Giroud er was er natuurlijk dan vanaf gegaan. Maar ik denk dat uh, Mbappé wel wat vrijer is uh, als Benzema niet speelt. Zou je denken? Ja, er gaan dan denk ik toch wel weer, weer wat meer ballen naar Benzema. Nee, maar, die, of aan, uh... maar die jongens zijn goed met elkaar. Ja, dat weet ik, dat sowieso. Dus ik misschien is het één kamp. Het is gewoon net, je, toch, is net als je bent je beste, Matti. Uh, op topniveau voetbal. Ja, klopt. Plezier. Ja, ja. Vorig, vorig jaar heeft het niet gewerkt. Uh, nee. Op het EK waren ze uitgeschakeld tegen Zwitserland. Ja, ze zijn nog steeds uh, regerend wereldkampioen. Dus uh, ze hebben het maar om te laten zien. Maar uh, tot nu zijn ze de eerste die door zijn. Wow, wow. Uh, ja, ze doen het goed. Mensen verwachten misschien nog meer van ze. Maar uh, wat ik vanmiddag ook al zei over de app: de kloof tussen de Aziatische en Afrikaanse landen richting de uh, Europese landen wordt denk ik steeds minder. En alle teams komen ook met een plan. Uh, ja. Dus je kan niet zomaar meer uh, ja, los van Spanje-Costa Rica dan. Een walk over uh, op een wk zien dat uh, gebeurt niet zo snel meer dus, uh... ja wat ik uh, nou ja Mbappé kijk kennen we natuurlijk allemaal iedereen en het is natuurlijk een fenomeen 23 jaar uh, volgens mij in mijn hoofd uh, maar wat we niet moeten vergeten hè, tenminste dat hoorde ik ook uh, gisteren voorbij komen uh, hij heeft toch al nu alweer 7 goals op alle wk's gemaakt dat is evenveel als messi en uh, Messi en, heeft nu acht. Ja, Messi heeft nu acht. Door die goal van gisteren. Door die goal van gisteren, inderdaad. Ja. Uh, en Ronaldo ook, hè? Acht. Nou, hij heeft, er nog een, hij heeft er nog een aantal te gaan. Ja, 23 jaar. En... Ja, dat is, wat... oh. is bizar, hè? Die gaat, die gaat, die gaat closer voorbij. Ja. ja closer 15. 15, 16. Nou, ja, in ieder geval heeft Mbappé nog wel. Ja, nog wel. Wk's te nog, gaan. nog twee, drie weken. te gaan. twee. En dit WK komen ze waarschijnlijk ook nog wel. Een uh, of twee rondes ja. verder. En, en al zijn goals die paarse in de paarse zijn, zijn eigenlijk uh, één goal uh, van de zeven. Dus uh, zes goals zijn in de zestien. Zijn 16. De 16. Dus hij is ook levensgevaarlijk in de zestien? Ja, klopt. Ja, kijk maar naar die goal van uh, ja. van uh, de en, afgelopen wedstrijd Denemarken. tegen Denemarken. Ja. Die bal die ingedraaid wordt, waar hij bij de tweede paal. Uh... Ja, die bal van uh, Griezmann. Ja. 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 Dat laat al zien hoe gevaarlijk hij is, want hij weet precies waar hij gaat vallen. En daar stond hij. Pam, ging super snel. Ja. ja, Mbappé uh, maakt dus wat impact. Zoals jullie hebben gezien. Ik, uh, ik heb nog even de mooiste momenten op een rijtje gezet. Uh, van dit WK. Dat kunnen we gelijk uh, erbij pakken. Uh, en dit is uh, de wedstrijd uh, tegen Denemarken. Ja, maar je ziet hier ook die aanvallende intenties van Hernandez. Hè? Hij speelt in ja. en loopt gelijk door. Ja. Creëert de afspeelmogelijkheid. Krijg je nog terug, maar zo lopen ze niet meer eigenlijk dan. Uh, ja. Van Denemarken. Echt een mooie goal dit hoor. Dit was natuurlijk tegen Denemarken. En je ja. zal maar rechtsback staan. Ja, of linksback uh, tegen, Dem tegen Dembel. Ik vind ik ook een leuke tegen Australië. Kijk hoe die hier. En op het moment dat je <coughs> reageert is hij al weg. Ja. Hier hebben we natuurlijk ook. Hè, de het lijkt wel WK ja. van de Vleugelspelers. Hier uh, finishes die uh, lastig was. Maar hij maakt dit dus wel Salisson. goed af hoor. Ik ben ook benieuwd naar die vanavond. Ja. Wat, wat hij gaat doen. Nou, de goal van Cody, Cody Pakpo is dat natuurlijk ook een mooi moment. Hij laat het uh, eindelijk op het podium zien. Dus ik ben benieuwd hoe hij zich verder gaat ontwikkelen, in de WK. Maar weet je wat ik bij Cody heel erg heb? Als hij niet de man is waar het van moet komen, dan is hij goed. Het moment dat die sportlijn op hem is en dat hij echt de man is die het moet doen voor de ploeg, ja. dan vind ik altijd dat hij nog ondersneeuwt. Ja, ja, dat is een ontwikkelpunt. Hè? En dit is ook natuurlijk het, uh, het mooie moment van Messi. Die aanname is zo ja. goed, hè? Echt, je zag al bij die aanname. Ja, hij uh, lag direct panklaar. Ja. Op, op goal en het beleven. Dat was de reden waarom die Mexicaan er niet meer tussen kon komen. En niet te vergeten, de held van Saudi-Arabië, de keeper. Ja. Die was ook echt goed. Die wedstrijd. Uh, pakt op een aantal uh, 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 momenten. <laughs> dit is gewoon een vrije schietkant. <laughs> ja, die hij die ja. eruit haalt. Ja. Dus je had het echt zwaar toen. doen. Nou, hier hebben we de goal natuurlijk van Spanje. Ook een mooie aanval. Over een aantal schijven gaat hij. Maar kijk die dynamiek. Hè. Iedereen wil gewoon de bal hebben. Is gewoon feest. Zo. Ja. Aanname hoor. En dan het laatste: dit is het supertalent. Musiala. Hé. Hé. Is toch heerlijke ey, spelen. Ey. Het is jammer dat hij niet tussen de paren is, maar het is... Hoe hij er, er, er tussen heen glibbert. Daar kan ik wel van genieten. Ja, zeker. Zijn wel, we hebben toch wel wat mooie momenten voor, uh, tijdens het WK tot nu toe al beleefd. Ja, het is pas een week uh, onderweg. En, precies. Uh, vanaf nu ga je natuurlijk wel... Ja, we hebben nog een weekje met uh, wedstrijd om 4 uur en 8 uur, maar daarna wordt het alleen maar minder. Dus uh, ik denk dat we de komende week nog... Uh, Zeker ja. moeten gaan genieten en daarna uh, tot er alleen maar minder. Ik krijg je rustdagen. Dus, ja, uh, precies. Ja, we gaan naar ronde drie, maar daar uh, komen we straks op. Uh, ben je nog steeds, uh, ben je nog steeds uh, blijf je nog steeds bij jezelf de keuze dat Argentinië ja, gaat moet, winnen? ik moet wel, voor een pool. Maar ik ga, <laughs> ik, ga van, ik ga er niet vanuit dat zij wereldkampioen worden. <laughs> ja. Daar ga ik zeker niet vanuit. Nee. Nou, maar weet je, het is wel een, een ploeg, hè? hoe verder ze komen, hoe gevaarlijker, dat, hoe gevaarlijker ze, zijn. ze worden. Ja, maar misschien. Ik, heb, ik heb gisteren zitten kijken. <laughs> het leek alsof Rodrigo de Paul bij uh, Mexico speelde. Want die speelde letterlijk alles naar, <laughs> naar de verkeerde kleur. Be uh, besef dat we hem ooit nog hier hebben uitgelicht. Hè? Ja. En vanaf toen is het, is het echt bergafwaarts gegaan. Speelde ja. hij niet meer bij Atletico en noem maar op. Ja. Ja, hij speelde niet goed. Uh... Nee. nee. Maar ja, wat je zegt. Uh, Argentinië is wel echt een toernooiland. Ja, ik uh, moet het nog maar zien. Uh, en gaat... ondanks dat het die wanorde er is, hebben ze toch weer die paar mannen die het wel kunnen beslissen. Besef ja. dat Diabala nog niet eens echt, überhaupt voor mij niet eens echt minuten heeft gemaakt. Ja, hij heeft nog niet gespeeld. Dat zegt al heel veel hè. Maar jongens, volgens mij is mijn tijd op. Ja. Dank uh, voor, 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 voor de tijd die ik heb gekregen weer vandaag. Maar we hebben volgens mij geleerd over Mbappé. Die is echt gewoon lekker bezig. Dat ja. kan zijn WK worden. Die, die is aan het manifesteren dat hij de opvolger is van Messi en Ronaldo. Die voorlopig ja. de komende jaren. Misschien pakt hij het de, record het WK, het, dat hij erover ja. heen gaat. Ja. Hij is pas 23 jaar. Uh, zes van de, goals, uh, van de zeven goals in de, in de 16. En hij maakt impact op op meeste schoten, de meeste dribbles. Uh, meest dreigend in de 16. Moeten we wel eerlijk zijn? ...dat hij wel echt in een gespreid bedje valt. Als in? Met de selectie die hij om zich heen heeft. Ja... Dat is bij Messi en Ronaldo natuurlijk niet altijd het nee, geval Nee, dat, dat, dat ben ik met je eens. Het is... Kijk, en natuurlijk, buiten zijn kwaliteiten, daar twijfelt niemand over... ...maar om hem heen is het ook dermate stabiel... ...waardoor hij extra kan ex accelereren. Hè? Dat ja. is natuurlijk bij Messi en bij Ronaldo in mindere mate. Ja. Want, want, want vooral bij. Het zijn, het zijn beide landen eigenlijk zijn de afgelopen jaren juist hele stroef, stroeve voetballende landen geweest. die het echt moesten hebben van die bevliegingen van die, twee, van die twee jongens. Ja. Dus dat geluk heeft hij wel mee. Buiten dat hij natuurlijk gewoon buiten keihard buiten staat dat hij echt een, een supertalent is. Eens. Nou, dankjewel. Uh, Interessant om zo'n inkijkje te krijgen in het WK natuurlijk. Uh, uh, het was voor de hand liggend dat het Mbappé is, maar je ziet toch ook wel andere namen voorbij komen waar je niet 1, 2, 3 aan denkt, maar die wel hoog in die pickorde staan vanwege de prestaties die ze leveren. Dus dat is altijd wel mooi om te zien. Ja. Nu verder naar de vooruitblik. Er, gaat weer, er komt weer een mooie week aan met, uh, met veel voetbal. Uh, jij hebt een en ander uh, al uitgezocht en bekeken. Ja, Neem ja. ons erin mee. Vanavond is er natuurlijk uh, Spanje-Duitsland. Dus daar is heel veel van afhankelijk. Maar we hebben um, de woensdag een uh, ja, mooie wedstrijd. Argentinië heeft gisteren de laatste strop al omgepakt, denk ik. Uh, die spelen tegen Polen. Polen 4 punten. Argentinië 3. Ze kunnen geen salonremise gooien, want Saudi moet tegen Mexico. Mocht Saudi winnen, kunnen ze er nog overheen. Mocht Mexico winnen, kunnen ze ook nog iets geks doen. Dus ja, landen moeten opstaan. Hebben dat beide gisteren al gedaan. Maar dat wordt wel een interessante wedstrijd, denk ik, woensdag. Gelukkig dat ze hebben, is dat zij om 8 uur pas spelen. Dus ze weten de stand bij Mexico. Nee, ze zijn allebei tegelijk. Oh ja, de laatste poolwedstrijd is tegelijk. Ja, ze zijn allebei tegelijk. Dus ah. man speelt bijvoorbeeld dinsdag om 4 uur. En dan is de andere wedstrijd ook om 4 uur. En dan heb je nog een andere pool die is om 8 uur. Ja, ja. Maar ja. Uh, alles is tegelijk. En dan krijg je bij NOS weer zo linksboven krijg je de stand van het andere uh, ja, veld ja. te zien. Ja. Uh, wat er daar gebeurt. Wat de uh, live update op dat moment oh. is. Dus, eh, uh, nee, woensdag. Uh, kunnen we denk ik wel weer gaan zitten, net zoals dat we gisteravond deden. Wat uh, vonden jullie van Argentinië gisteren? Tegen Mexico? Tegen Mexico? Zo, so, wat een heb, passie en een ik strijd. Ik Echt, hoe Mexico uh, de ring kleunde. Ja, ja, heb ik genoten de... van de strijd, niet van, de strijd. van het voetbal. Nee, niet van het voetbal, van de strijd heb ik genoten. Hoe ze yeah. een uh, land verdedigen en die, die, die... Uh, heet die Vargas of Vegas, die nummer 10 van Mexico? Vega. Vega, Vega. oh ja. Hij, hoe hij erin kleunde, ja, dus, ja. was, was, was is, gewoon... Is nou. op leven en dood. Is echt op leven en dood. Maar ik kan daar echt van genieten. En dan zit ik dan te kijken en dan zie ik, dan zie ik dat er geklaagd is. Ja, slecht voetbal, dit en dat. <laughs> Terwijl voor mij is het veel belangrijker. Het is, het is je land. Het is leven en dood. Ja. Het is... Je kan, je kan een held worden in het land waar je vandaan komt. Mm -hmm. en, en hier in Europa... Zien we dat niet echt zo, snap je? Dus, dus voor ons, Europeanen, is het vaak heel raar om te zien hoe mensen er echt voor leven en ja, hoe inderdaad. voetballers echt tot het gaatje gaan om, om, die, om, te, om hun land te vertegenwoordigen en om als een held terug te keren naar hun land. En resultaat te halen. Dat, ik, vind, ik vind dat echt prachtig om te zien. En dat, was, en dat maakte die ja. wedstrijd ook zo enerverend, ondanks dat het voetbal heel slecht was. Ik heb me geen moment verveeld. Nee, ik ook niet. Ik bedoel, zo'n wedstrijd als dan uh, Spanje-Costa Rica, waarin Spanje gewoon zo er doorheen voetbalt, is het wel leuk om die aanvallen te zien, maar dan ben ik eigenlijk na een paar minuten al uitgekeken, omdat het allemaal zo makkelijk gaat en er geen strijd in zit, geen passie. Ja. En, en daardoor de beleving veel minder, uh, veel minder is dan zo'n wedstrijd als Argentinië-Mexico, waarin je gewoon ziet dat ze allebei tot het gaatje gaan en voor hun laatste strohalm vechten. Ja, je merkt het ook, hè? Ik had wel willen zien dat uh, een guardado viel uit. Ja. ja. Uh, heel snel. Lozano uh, was ook op. Ja. Ik had het wel eens willen zien als al die jongens uh, tot ja, het het einde, waren blijven staan of Argentinië überhaupt zou winnen. Ja. Het ging echt gelijk op. Ja. Maar dat zie je, hè? Dat soort wedstrijden, dat zo op de details. Ja. Worden, worden beslist. Hè? Want op het, moment, het is één moment dat Messi vrijkomt. Hè? Ja. De hele wedstrijd was onzichtbaar. Ja. hij onzichtbaar. Hij kreeg wel de bal, maar hij kon er niet veel mee doen. Want ja, hij kreeg gewoon drie man. Dus hij moest kaatsen. Ja. Hij kon niet dribbelen, want als hij ging dribbelen, zag je een verschillende scharen voorbij komen. <laughs> dus nee, maar, moest hij springen dat van geen, zijn leven. Uh, of nee, een voetbalscharen. Nee, ja, echte tackles. Ja. Dus ja. En dan is het één moment dat er niet opgelet wordt. En dat ze hem eventjes ruimte geven. Aanname, boom, goal. Wat is goed? En bij die tweede, tweede goal ook weer. Hè. Het is één moment dat ze niet opletten. Op en die, uh, Enzo Fernandez krijgt de bal. Ja. Beweging. En hij schiet hem wel heel schiet goed, binnen, heel goed binnen. Ja, <laughs> oh, oh, oh. ja dan uh, gaan we verder naar donderdag. Nou, we hebben vandaag natuurlijk uh, de wedstrijd van uh, België tegen Marokko gezien. En uh, net Kroatië tegen Canada. Um, ja, België moet zich, uh, denk ik, zorgen gaan maken. Ik baal zo erg dat uh, Gio Boezeman hier nu niet is vandaag. Want het is wel zijn team. Hè? Nou, niet per se zijn team, maar wel zijn spelers spelen daar. Hazaga, ik ik, ik zeg van vandaag in de, de app nog: hè? moeten we niet weer die discussie van Kevin de Bruyne is absoluut de wereldtop omhoog halen? Nee, Want, niet. <laughs> ik heb, ik zie geen absolute wereldtoppen bij België lopen, moet ik je eerlijk zeggen. Nee, maar waar we het al eerder over hadden, ze worden de gouden generatie genoemd, maar ja, ze de gouden van, generatie zonder van goud. Ze hebben, <laughs> uh, ze hebben vanaf uh, 2014 uh, hebben ze het Nations League, hebben ze redelijk gepresteerd, uh, nou, WK natuurlijk halve finale gehaald, maar ja, het is steeds net niet. Uh, ja. En dat kennen we natuurlijk vanuit Nederland dat het uh, een tijd net niet is geweest. En voor deze generatie begint dat ook uh, ja, daarop te lijken. Want uh, dit was of is hun laatste kans. Maar als je ziet hoe ze voetballen, uh, lijkt het alsof ze weer uh, in Brussel of in Madrid zijn. Maar, Antwerpen maar is, het wel, is het wel eerlijk en reëel om dit als een kans voor België te zien? Nou, meer als een kans van die jongens die er nu staan, die gaan niet nog een WK spelen. Dus in dat opzicht een laatste kans. Maar ik heb zei, in, in mijn pool heb ik ze ook derde, ik had ze niet door de pool heen. Um, dus ik had dit al een beetje verwacht. Uh, ik had gehoopt dat Kroatië en Marokko uh, zouden pieken. En dat doen ze nu ook. Maar ja, ik had niet veel van België verwacht. En dat komt nu helaas voor hen ook uit. En Hazard, die was volgens mij nog wel geprikkeld door de journalist. <laughs> Als je dat op die vraag room. Ja, of, uh, of hij te zwaar was. <laughs> ja, maar, ja. ja, maar kom nou? Die jongen is toch, al, is toch al jaren. Hij ging te zwaar naar Real Madrid toe. Ja, het, is, uh, het begint een treurig verhaal te worden bij Trossard. Maar... En geloof is het niet makkelijk om te zwaar te zijn voor Real? Ja, maar als je ziet dat de beste speler van België op dit moment nog steeds op de bank zit, uh, Trossard. En dat, ja, wat moet hij dan denken? Van, uh, weet je, ik speel op die positie, ik uh, uh, speel in Engeland de pannen van het dak. Ik scoorde een hat-trick tegen Liverpool. En nu staat iemand op mijn positie, die ook aanvoerder is, die weinig tot niet speelt in uh, uh, Spanje. Zeg maar niets hoor. Die staat, op, die, staat, die staat op mijn plek. En nu twee wedstrijden op rij. Uh, komt, ja. hij, komt hij op duizend minuten bij Real Madrid? Nee. In zijn gehele periode? Ja, in zijn gehele periode. Oh, ja, misschien dan wel. Ja, misschien ja. Dan wel. <laughs> dit dit zo ze zeker niet. Man, man, man. Maar donderdag heb je dus uh, ja, een kraker met uh, Kroatië en België. Kroatië net uh, een goede overwinning gepakt. Uh, dus die staan nu op vier punten. België drie. Marokko ook vier punten, vier punten Canada helaas 0. Uh, ja, veel inzet getoond, leuk gevoetbald, hoog druk gezet. Weet je wat nog de grap is? Marokko kan nog wel eens lach, als lachende derde uit deze pool komen. Hè? Als oh. zij gewoon winnen van Marokko, de kans van, is groot dat van België. Canada, van ja, van Canada, Canada. bedoel ik. Mm -hmm. De kans is gewoon groot dat België-Kroatië een gelijk spel gaat worden. Ik zie België in ieder geval niet winnen. Daarom? Dan uh, ja. Maar ze gaan er ook alles aan doen om, om, om niet roemloos af te gaan en door te verliezen. Ja, maar ze moeten. Want uh, ongeacht het resultaat, ze moeten winnen. En dan kijken wat er, uh, wat er verder gebeurt. Dan hebben ze, Mochten ze winnen, hebben ze in ieder geval onderling resultaat. Op Kroatië hebben ze voor. Uh, en dan komen ze op zes punten. Maar ja, het uh, zal een heel worden. Want ik heb die wedstrijd tegen Canada gezien. En deze tegen Marokko. En dat hield niet over. Nee. Ja, uh, die is dan donderdagmiddag. Uh, donderdagavond. Ja, dat hangt een beetje af van de wedstrijd die op dit moment bezig is, uh, Spanje, Duitsland. Ze dus mocht Duitsland winnen, uh, dan staat iedereen op drie in de pool. En dan ga je met, gaat iedereen met drie punten uh, de laatste wedstrijd in. Ja, wat denken jullie, uh, Spanje-Duitsland? En wat denken jullie niet? Wat hopen jullie? Duitsland gaat winnen. Wat denk jij, Guillaume? Ik uh, denk ook dat Duitsland uh, gaat winnen. En waar is dat dan op gebaseerd? Nou, ik denk uh, dat uh, het een toevalstreffer was. Uh, wat Spanje, althans tegen Costa Rica 7-0, dat alles lukte. Uh, en Duitsland uh, een, een toernooi-groeier uh, is die eigenlijk altijd slecht start. En, ja. uh, vanavond... Vier jaar geleden uh, gingen ze er ook uit: hè? in de ja. pool met Zweden, Mexico en Zuid-Korea. In de pool. Ja. Dat is de ja. laatste. Dus het is niet vreemd voor hen. Nee, maar. het is niet vreemd om eruit te gaan. Het, het zou kunnen, maar ik, 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 ze hebben nog genoeg kwalitatieve spelers. Uh... Blijf die manschap, man. Ik en weet ze hebben niet. als buffer, maar dan moeten ze natuurlijk wel winnen vanaf. dat ze de laatste wedstrijd tegen Costa Rica spelen. Die ja. natuurlijk ook niet zo slecht zijn als in eerste instantie werd gezegd. Uh, Japan moest vandaag het spel maken. En dan zie je natuurlijk dat het heel anders is ja. dan wanneer je vanuit een afwachtende houding tegen een Duitsland uh, uh, speelt. Dus ik ben uh, heel benieuwd, uh, ik ben ook benieuwd hoor, maar hoe ik dat, ben dat, benieuwd, dat benieuwd. zich ontwikkelt. Maar het kan ook zo zijn dat na vanavond uh, Duitsland, eruit is. Duitsland eruit is. Ja. <laughs> en dan heb je vrijdag nog in de pool van, uh, van Portugal. Heb je uh, Ghana tegen Uruguay. Heet advies, hè? Ja, terugdenken uh, aan wat de dest hoe het destijds. Gaar ja, uh, ja, uh, <laughs> naar eruit ging. De, hoofd, de hoofdpersoon die staat nog in de spits, ja. uh, Luis Suarez. Ook een beetje Cecile onder zijn arm. Is niet uh, de Suarez die we kennen. Hij is natuurlijk al wat ouder, 35 jaar. Uh, ook zwaar, hè? Ook zwaar geworden. Zwaar, zwaar geworden. Natuurlijk, afgelopen half jaar in Uruguay gespeeld om fit te blijven voor dit WK. Ik denk dat hij de gang gaat maken naar Amerika um, na dit WK. Maar ja, dat is een, uh, het is een heet uh, affiche. Ja. Uh, natuurlijk met die hensbal uh, ja, die hij man. maakte. En de Mr. Faas Samoa. Waardoor uh, Uruguay uiteindelijk naar de halve finale ging. Uh, en uiteindelijk strandde tegen Nederland met die uh, fantastische goal van, uh, van Bronkhorst. Um, maar ik denk dat we wel weer een, uh, een, een aardig weekje tegemoet kunnen gaan. Ja. We hebben natuurlijk de wedstrijd van Nederland net al een beetje behandeld. Uh, nu niet echt meegenomen in de vooruitblik. Uh, ja, ik, ja, wat ik net al zei, ik denk dat zij wel redelijk makkelijk uh, overeind blijven. Ik ben alleen een beetje bang dat bijvoorbeeld de Bergwijn gaat sneuvelen dat hij daar iets anders gaat doen. Uh, Memphis is natuurlijk fit aan het raken. Uh, hij heeft de opbouw gehad van uh, half uur, drie kwartier, misschien nu een hele wedstrijd. Moet je hem natuurlijk wel laten starten. Uh, misschien met een Gakpo voorin, Gakpo en ja. Memphis. Uh, of misschien omdat die jongens van Qatar wat minder lang zijn. Misschien wel met een Luke de Jong en een Memphis. Uh, en dan Gakpo weer een linie terug. Um, hoe zouden jullie het voorin oplossen? Of zouden jullie het gewoon laten Laten, we, laten we eerlijk wezen. Het is nu toch wel terecht als Bergwijn eraf gaat. Ja. Hij, hij brengt gewoon niet wat er van hem verwacht wordt. Nee, klopt. En dat brengt hij eigenlijk al een heel, hele periode niet. Ook bij Ajax niet. Vanaf uh, de maand oktober, denk ja, ik. Ja, en, en kijk, normaal gesproken heb je een aanloop naar het WK van vier weken. Ja, die heb je nu niet. En dan kan je nog je uh, bad vibes die je van je club meeneemt, die kan je dan nog van je afspelen voordat je naar het toernooi gaat. Ja. Nu was de voorbereiding een week, dus die bad vibes, die zie je nu gewoon weer terug in het elftal. Ja. Dan moet je op een gegeven moment gewoon eerlijk zijn tegen jezelf. En dan moet je wat doen als coach. En ja, dan is het niet heel gek als hij dan kiest om, om, om Bergwijn eraf te trekken, aangezien Gakpo zijn goals allemaal als spits heeft gemaakt. Ja. En niet als nummer 10. Nee. Wat denk jij? Nou ja, ik denk, uh, hij heeft het zelf tijdens de persconferentie gezegd, de verlegging blijft zo staan, dat is duidelijk. Ja. Uh, het probleem ligt op het middenveld. Dat is het eerste probleem dat hij moet oplossen, want er wordt niks gecreëerd. Nee. Dus ik denk uh, dat, uh, nou ja, Frenkie die speelt sowieso, dat hij wellicht of misschien uh, Simons als uh, tien een kans geeft, omdat het, omdat het Qatar is en misschien omdat hij het afdwingt. Anders speelt Berghaas daar. En de Ron daar gewoon naast, dat denk ik. Dat zei ik ook al de vorige week. Ja. Uh, en dan uh, wordt het voorin uh, Gakpo en uh, Memphis nu op basis van de vorm en ja. op basis van uh, het, het verschil wat Memphis zou moeten kunnen brengen. Ja, dat zag je helaas tegen Ecuador ook niet. Wat ik wel een plus vind ook van de Roon, het is niet de beste voetballer, maar hij speelt wel eigenlijk altijd alles naar de juiste kleur. Ja, dat is het belangrijkste. Mm hij -hmm. het uh, over uh, vijf of tien meter, maar weet je, je hoeft hem twee opdrachten te geven. Blijf bij je man en speel de bal naar de juiste kleur. En die ja. opdrachten voert hij gewoon juist uit. Dus misschien is dat wel een optie voor uh, naast Frenkie de Jong. Kom mij eens gewoon niet meer terug. Kijk, kijk tegen Qatar. Ja. Ja. Maar je weet toch wat gaat gebeuren als je straks tegen Frankrijk of zo komt. Die gaan, de trainer gaat in de kleedkamer als eerste zeggen tegen Rabio en. Chomani. En, 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 ja, en Chomani. Hij zegt: luister, vriend. Dek, Frenkie. <laughs> Dan laten we hem vrij. Laat Marten lekker vrij. Die mag de bal krijgen. Op het moment dat hij wordt aangespeeld. Ja. En dan wil ik zien of je hem naar de juiste kleur speelt. Ja. Denk het niet. Nee, dat denk ik ook niet. En dat de... is waarom we eraf gaan. Wat zei je? Wie treft Nederland in de volgende ronde? Die pool van Engeland, USA. Dat is het nog. Op basis, van, dus, uh, stijl, op basis van stand wat het nu is, wie zouden ze zo dan treffen? Uh, Nederland staat nu, eerste nog Eerste. De pool. Uh, even kijken, wie staat de tweede in die pool van. De USA staat tweede toch? En oh, Engeland ja. staat eerste. Ja. ja. Dus dan krijgt ze USA. Die wil je niet. Nee, ja, maar, maar die, laatste, zet ook, die zet ook laatste, fel en agressief druk. De laatste wedstrijd is Iran-Amerika, dus dat wordt sowieso een clash. Ja. Uh, nee, Iran heeft de vorige wedstrijd gewonnen, dus die zijn ook wel redelijk op stoom. Ja, ja. We, gaan het, uh, we gaan het komende week zien. Ik uh, ga er wel weer voor zitten. Ja, sowieso. Morgen nog uh, wedstrijden om 11 uur, 2 uur, 5 uur, 8 uur. En vanaf dinsdag. Uh, 4 um, uur, 8 uur. Misschien is het wel leuk om na een paar van die uh, toppers uh, van 8 uur, van acht uur s avonds bijvoorbeeld, om daarna even live te gaan gewoon op Instagram. En dan het over de wedstrijd te hebben. Ja. En dan ook gewoon weer volgers uitnodigen in het gesprek. Ja, en dan als ze gewoon... online zijn, dan kunnen we yeah. dat zeker doen. Ja, ja. En, en gewoon uiteindelijk als wij online zijn, gaan mensen sowieso, ze krijgen pushberichten, ze gaan kijken, van hé, hey, <laughs> stories online laten we checken en kijken of we gewoon leuke inzichten kunnen krijgen vanuit, vanuit Leuk. de volgers. Leuke gesprekken. Ja, ja, ja dat is Wel een goeie. Ja. Gaan we doen. Leuk, top. Dank je wel weer voor vandaag. Bedankt dat jullie er waren. Ja, bedankt. Interessant weer. Uh, goed gesprek en uh, tot de volgende. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te ab abonneren op ons YouTube-kanaal. Volg ons op Instagram en uh, zorg dat je morgen de aflevering bekijkt. Tot dan.